bij een pand hier op de Zoeterwoudse Singel in Leiden is op 23 september brand gesticht. 4 dagen later zat er een kogelgat in het raam van de deur. 2 studenten die hebben ontzettend adequaat gereageerd na de brand en daarmee is een grote ramp voorkomen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat de angst er niet heel goed in zit. En de grote vraag is natuurlijk, wie heeft dat gedaan en waarom? Die donderdagavond gaat rond 10:15 het brandalarm af in een studentenhuis. Er zijn op dat moment 2 studenten thuis en zij slaan direct alarm. Er is brand bij de voordeur en dat is de enige weg naar buiten. De vlammen komen al richting de trap naar boven. Ze zijn uiteindelijk via het raam naar een balkon geklommen en daar heeft de brandweer ze vanaf kunnen halen. Een huisarts die in hetzelfde pand zijn praktijk heeft, kreeg die avond de melding dat de brandweer voor de deur van zijn praktijk staat. In eerste instantie zag ik alleen maar de brand die bij de buren was aangericht. En de twee buurvrouwen, de bovenburen, die buiten stonden. Eén stond in zijn kamerjas. En die waren ontzettend geschrokken. En toen ging ik voor de zekerheid nog even bij mij in het pand kijken. En ik rook daar terpentinelucht. Ik heb daar even overleg over gehad met de politie. En ja, we veronderstelden dat die geur, zeg maar, door een dunne tussenwand bij mij ook in het halletje was gekomen. En voor de rest had ik daar geen aandacht meer aan besteed. Ik legde geen enkele relatie. Maar de volgende ochtend hangt de lucht nog steeds in de praktijk. Toen keek ik in de brievenbus en ik zag daar snippers liggen. En daar was een hele sterke terpentine lucht te bemerken. En toen heb ik de politie weer gebeld en de technische recherche is gekomen. En de snippers, dat is waarschijnlijk het papier wat ze naar binnen hebben gegooid om de boel in de fik te steken. Dat is niet gelukt, maar je kunt nog duidelijk zien dat daar van alles nog op heeft gelegen. En ja, toen was het duidelijk dat het ook op mij gericht was en misschien zelfs in eerste instantie op mij. In verband met de brandstichting is de politie op zoek naar deze persoon die kort daarna wegloopt vanaf het pand aan de Zoeterwoudse Singel. Dit zou een verdachte kunnen zijn, maar als dat niet zo is, ook een belangrijke getuige. De politie wil graag weten wie dit is. In de dagen na de brand houdt de huisarts het gevoel dat het op hem gericht is en niet op de bovenburen. Nou, dat vermoeden werd eigenlijk een beetje bewaarheid 4 dagen later. Toen ik 's morgens op de praktijk kwam en er een kogelgat in de voordeur zat, door het raam van de voordeur geschoten. Ja, dan schrik je natuurlijk enorm. En ja, dan leg je relaties bijvoorbeeld met het feit dat ik heel erg bezig ben geweest met die vaccins. En dat ik 2 brieven, 1 onpersoonlijk, een algemene brief die een heleboel huisartsen hebben gekregen, maar ook een vervolgbrief. Waarin duidelijk werd gesteld dat ik voor een tribunaal moest komen, het Nuremberg Tribunaal, wat het ook is, om me te verantwoorden voor de genocide die ik zou veroorzaken in Namibië, waar dus VWS 75.000 vaccins naartoe had gestuurd. Want wat had u daarmee mee te maken met die vaccins? Ik had een landelijke petitie georganiseerd waar heel veel mensen op hadden getekend. Dat er naar een land als Namibië, die niet op de lijst van de COVAX staat, ook vaccins moesten worden gebracht. En dat zouden de vaccins zijn die de huisartsen hebben verzameld via de actie van het prullenbakvaccin. Waarbij we die vaccins zouden herverdelen, dus wel zouden gebruiken. Dus ik hoop ook van de daders te horen wat hun argumentatie is en waarom ze dit hebben gedaan. En hoe ze er misschien bij komen dat ik in een of ander complot zit of iets dergelijks. Want daar kan ik me dus echt helemaal niets meer voorstellen. Alle informatie over deze zaak is welkom. Misschien heeft u enig idee wie erachter zit en waarom deze incidenten gericht zijn op de huisarts. Dit kan behalve de coronavaccins ook een andere reden hebben. De politie houdt in ieder geval alle scenario's open. Dit heeft een enorme impact gehad, want met een verleden in vluchtelingenkampen en in oorlogsgebied kwamen er dus allerlei herbelevingen die kwamen naar boven. En dat komt terug in dromen. En dat beheers je niet. Overdag kun je cognitief met je hersenen kun je van alles nog wat bedenken en kun je je veilig voelen. Maar je dromen heb je niet in de hand. Dus dat is wel heel erg vervelend. En ook een pand als dit, het is een huisartsenpraktijk. Patiënten en
personeel moet zich veilig voelen in een huisartsenpraktijk. En niet bedreigd worden. En niet alleen bedreigd, maar er zijn dus echt dingen gedaan. Kijk nog even goed naar de persoon in beeld die na de brandstichting op 23 september om 21:15 wegloopt vanuit de richting van het pand aan de Zoeterwoudse Singel. Wie is dit? Herkent u zichzelf, maar heeft u er niks mee te maken? Meld u dan zeker even bij de politie, want dan bent u mogelijk een belangrijke getuige. U kunt met uw informatie over deze zaak terecht op het nummer 0800 6070 of bel Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Nou, wat ik aan de daders of dader zou willen vragen is wat het met hun familie zou doen als het hun zou overkomen. En wat je dan, hoe je dan voelt. En ik hoop dat dat dan diep tot iemand doordringt. Wat voor consequenties dat zou kunnen hebben.